Hoi, wie ben jij? Hey, ik ben Stan. Ik studeer integrale veiligheidskunde met afstudeerrichting Human Factors. En wie ben jij? Ik ben Rinke en ik studeer net zoals Stan integrale veiligheidskunde, maar dan cybersafety. Oké. Hey Stan, waarom heb je eigenlijk voor deze opleiding gekozen? Na mijn opleiding wil ik graag als officier aan het werk bij Defensie. Alleen kon dit niet met mijn HAVO, ben ik op zoek gegaan naar een HBO-studie. Nou, de studie waar ik al snel bij terecht kwam was integrale veiligheidskunde. Tijdens de opleiding komen veel verschillende dingen aan bod, zoals terrorismebestrijding tot aan bedrijvenveiligheid. Dit laatste, dat leek mij heel erg leuk en hiervoor heb ik dan ook gekozen tijdens de opleiding. En wat is jouw motivatie, Rinke? Veiligheid is super actueel, ook digitale veiligheid. Er wordt ontzettend veel informatie verspreid via internet, bijvoorbeeld social media. Misschien heb je je eigen Facebook-profiel wel goed beveiligd, maar de mensen in je directe omgeving misschien niet. Kun je je ook specialiseren? Je hoeft je niet te specialiseren, maar ik heb gekozen voor de afstudeerrichting Human Factors. Hierbij gaat het vooral om de relatie tussen werkplek en mens, zoals bij mijn afstudeerstage bij de cacaofabriek. Hierbij doe ik onderzoek naar de gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij het productieproces. Wat is jouw specialisatie? Mijn specialisatie is cybersafety. Ik ben momenteel bezig met het ontwikkelen van een escape room, waarin ik online dreigingen naar voren breng om mensen bewuster te maken van de digitale wereld. Hey, ben je ook een student? Nee, ik ben geen student. Ik ben Elske Postuma en ik ben docent bij de opleiding Integrale Veiligheidskunde aan de NHL Stende Hogeschool. Oké, na de opleiding Integrale Veiligheidskunde, waar kun je aan de slag? Nou, je kunt heel veel kanten op. De opleiding is ook heel breed. We hebben ook heel veel connecties in het werkveld. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan Arriva, maar ook de veiligheidsregio's. En qua beroepen kun je denken aan beleidsmedewerker, veiligheid, evenementcoördinator, crisisbeheersing. Maar je kan ook de cyberkant op door je daar op beleid te richten. Kortom, het is een hele brede opleiding. Je kunt heel veel kanten op. Nice. En wat vond jullie het leukste aan de opleiding? Wat ik zo leuk vind aan de studie is dat ik superveel samenwerk met mijn klasgenoten. Echte opdrachten heb gedaan voor echte bedrijven. En daarbij congressen heb bijgewoond en bedrijven bezocht. Maar het allertofste vond ik nog wel vechten tegen de ME. Super tof. Als je meer wil weten, kijk dan op onze website. En dat is wel veilig. Ja, tuurlijk. Wat denk je zelf?